Ik stond hier even Stef Keulen en we gaan vandaag een wandeling maken in de streek van Wienersroo. En we gaan eens kijken naar het groen van toen. Stef, daar is nogal heel wat veranderd door de jaren heen. In welke tijd gaan we beginnen? Wij beginnen zo omstreeks bij de middeleeuwen, maar daar staan we maar heel kort bij stil. Simpelweg omdat daar niet zo veel van bekend is. Maar rond 1750 na 1800 toe zijn er erg veel kaarten gemaakt, waarvan ik er één bij me heb. En die geven veel details over het landschap van toen. En je kunt zien wat daar nog van rest. Je kunt dat landschap kun je zien als een monument. Net als de twee monumenten waar wij hierbij staan. De Steelmotte en de Stefanuskerk. Stef, we hebben hier een blik op de motte. En wat was dat vroeger en hoe zijn die ontstaan? Nou, vroeger was het nog steeds een motte. Kijk, je moet je voorstellen in een tijd dat men heel wat minder mogelijkheden had om zich te verdedigen. Buskruid was nog niet uitgevonden. Was het wel heel simpel, veel simpeler om een verdedigingspunt op te bouwen. Je groef een ringwal en de grond die daarvoor vrij kwam, die wierp je op tot een heuvel, dat heette dan de motte, en daarop zette je iets waarin je kon verschuilen. Dat noemden wij een kasteel, maar je moet denken aan een houten bouwwerk dat niet al te gek groot was. Meestal uit een grote verdedigingstoren bestond, plus nog wat andere zaken. Ja, Stef, daar staan we hier op eigenlijk op een heel markant punt, wat eigenlijk nog bestaat uit de tijd van toen. Ja, dat is zo. We zijn toen straks ter hoogte van het kasteel begonnen en op deze kaart zie je dat aangeduid met een afkorting, château, kasteel. Er zijn ook hier gehuchten op te zien. Ja, daar wordt de Franse afkorting voor gebruikt, de Vink was er, de Hunnekum was er. En hier ligt wat bebouwing. Nou, die bebouwing die is inmiddels geheel verdwenen. Je kunt er wel oudere woningen vinden, maar als ze echt oud zijn, dateren ze uit vlak na 1800. Uit de tijd dat deze kaart werd aangelegd, denk ik dat zo hier rond het kasteel niet al te veel meer te vinden is. Dit punt is markant omdat het zo goed te herkennen is. We staan hier op een plek waar de oude Bosstraat nu begint. Nou, en dat is zo'n monument in het landschap. Je ziet een holle weg. Die holle weg die was heel functioneel om het plateau daarboven te kunnen bereiken. En als we dadelijk ergens halverwege staan, kunnen we eens kijken hoe die opgebouwd is. En dan kun je erover nadenken van ja, waarom ligt die daar en waarom is die er ook nog steeds. Ik heb net al een beetje verteld hoe zo'n holle weg ontstaan is. Als je hier naar beneden kijkt kun je heel mooi zien dat er kiezel op de bodem ligt. Nou, je moet je voorstellen, die kiezel die zat in de ondergrond hier. Als de lus wegspoelt, dan blijft die kiezel over en zo krijg je eigenlijk een natuurlijke verharding van die weg. De erosie die ging net zo lang tot die kiezellaag bereikt was en dan stopte die. Nou, als je hier nu met kar en paard rijdt, die ijzeren banden van die wielen, die veroorzaken toch opnieuw weer insnijding daarvan. Werd weer een beetje dieper. Net zolang tot het helemaal uitgevlakt was. Met de huidige voertuigen waarmee we hier willen rijden, nou ja, als dit landbouwkundig gebruik is en agrariërs moeten uiteraard op hun percelen kunnen komen, willen we alles uit de hand lopen. Die voertuigen die zijn zo zwaar dat ze veel meer erosie veroorzaken dan in het verleden. En het gevolg daarvan is dat er weer extra verharding nodig is. Nou ja, meestal is men tegenwoordig zo slim om dan geen vreemd materiaal zoals asfalt erin te gaan aanbrengen. Want dan is het karakter van die holle weg natuurlijk helemaal weg. Dit is een monument en zo zou het ook moeten blijven. Het is prachtig zo. Dus vandaar dat die kiezel hier er ook nog steeds in blijft liggen? Ja, dat is zo. Er zijn wel in de buurt een paar plekken waar kiezel gewonnen werd. Maar die werd vooral gebruikt om de grotere wegen, om die de gaten die erin vallen te dichten. Terwijl deze holle wegen, daar komt dat van nature voor, hoef je dat eigenlijk niet te doen. We staan hier op het markant punt. Eigenlijk op een viersprong, wat naar alle waarschijnlijkheid in die tijd nog geen viersprong was. We staan dan bij het Stervenshuske. Het is zeker een markant punt te noemen. Uit de akte van 1697 blijkt dat hier al een kapel aanwezig was. En het was de moeite waard om dat te noteren, omdat dat bij een oneenigheid over wiens grond het nu eigenlijk was, als rechtpunt gebruikt werd van daar ligt jouw grond en daar ligt de mijne. Die kapel die is dus
ja, ouder, maar natuurlijk niet in deze vorm. Je ziet aan de stenen dat dat vrij recent is. Nou, om precies te zijn, van 1922. In de tijd daartussenin, waar ik het zojuist over had en nu, dat is die kapel langzaam in verval geraakt. Maar doordat hier altijd godsvruchtige mensen gewoond hebben die zich dat aantrokken, heeft men in 1922 hier opnieuw een kapel gebouwd. Dus je ziet een opschrift onder de plaat. Hè. De plaat die stelt Sint-Stefanus voor, dat was de eerste martelaar bij de katholieke kerk. Daar staat een tekst onder: Godsvrucht stichten, wat schenners hand ten gronde richten. En dat wijst erop dat die kapel dus ook vernield werd in die tijd. Dat is nog een keer gebeurd. In rond 1950 raakte die kapel opnieuw zwaar beschadigd. Vandalen die voerden daar van alles mee uit wat normaal met zo'n monumentje niet doet. Daar werden teksten opgekladderd die duidelijk beledigend waren ten opzichte van de Rooms-Katholieken. En men trok zich dat aan. Heeft hem opnieuw weer hersteld en het resultaat dat je hier nu ziet staan is zo ongeveer zoals het toen gemaakt werd. Die tekst die eronder staat is een beetje raar. Daar zitten hele grote letters in en hele kleine. Als je nog enigszins weet hoe Romeinse cijfers werken, een M voor 1000, een D voor 500, een L voor 50, een V voor 5 en een aantal letters die voor 1 staan, dus niet alleen de I, maar de J wordt daar ook bijvoorbeeld in meegenomen. Hij telt die gewoon achter elkaar op, dus niks, geen bijzondere regeltjes toepassen. Dan kom je op 1922 uit. En daarmee heeft men dus in de vorm van een chronogram het stichtingsjaar van deze kapel willen vastleggen. Ja, dan zien we hier twee mooie bomen staan. Maar als mijn informatie uit het verleden goed was, stonden er hier 3. Ja, de bomen die rond zo'n kapel gezet worden, dat gebeurt niet zomaar, niet voor het mooie of zo, maar dat moet de heilige drie-eenheid voorstellen. Ja, dan zie je meteen dat er een boom ontbreekt. Achter de kapel zal nog een lindeboom gestaan hebben die ja, op enig moment gesneuveld is. Overigens zijn deze linden, die zijn ook niet zo oud. Ik vermoed dat ze bij het herstel van de jaren 50 opnieuw aangeplant zijn en men heeft het blijkbaar bij 2 gelaten. Lijkt me dan ook voor de hand liggend, want die boer zal dat niet prettig vinden als hij daar zo'n stuk land moet missen. Nee, het geeft beschaduwing. Dus het is niet alleen het stuk land dat hij mist, maar de beschaduwing doet ook de veldvruchten minder goed groeien. En daar is men toch niet zo heel erg dol op. We zijn over de oude Boschweg zo omhoog gelopen het plateau op. Hier ongeveer ligt het Stervenshuske. Vervolgens zijn we langs een nieuwe weg. Die bestond dus in 1777, toen de kaart gemaakt is nog niet. Zijn we zo langs het Wijnersrade Bos gelopen. Hier staan we nu zo ongeveer stil en kijken we uit over het landschap. Waarbij aan de linkerkant het Wijnersrade Bos te zien is. En een beetje naar rechts toe de Vink. Hè, wat ook al een heel erg oud buurtschap is. Het gebouw wat we hier in de verte zien liggen, dat is, wat is dat van gebouw, Stef? Dat is op de kaart heet dat Hof Nijthuizen. Tegenwoordig meestal Nietense genoemd, of gewoon Nijthuizen. Dus ook al een, toch veel groter dan een woning, dan een paar woningen bij elkaar uit die tijd. Ja, Stef, we staan hier op de Blauwe Steen. Die Blauwe Steen die heeft een stukje historie, maar hier staat iets heel leuks in een gevel. Ja, wat men stelt is dat de steen die in de gevel zit, dat die de naamgever is van de Blauwe Steen. En dat zou goed kunnen, maar er is ook een legende over en daar zal ik daar ook dan wel iets over vertellen. Maar wat je in de gevel ziet zitten is waarschijnlijk een deel van een oud grafkruis. Nou, je kunt je afvragen waarom dat hier ingemetseld is. Wat je dan veronderstelt is, het zal hier opgegraven zijn bij de bouw van de woning. De oude kaart waar we aan het kijken waren, daar was deze woning nog niet aanwezig. Ja. Als ik dan de tekst lees zoals hij er nu staat en aan de rechterkant daar ontbreekt een stuk. Er ligt, begraven den eerzaam de la hei moet ik zeggen. Den zone, en dan ontbreekt er een stuk. Namen Winand, de, en dan zal er een naam volgen die ook ontbreekt. Wint tot Winands, welke gestorven, en dan moet de datum volgen. Nou, wat je kunt lezen is dat het in mei gebeurd is en dan de 1 van het duizendtal. Aan de schrijfwijze van het Nederlands te zien zou dat zo ongeveer 1600 geweest kunnen zijn. Nou, de legende erachter is eigenlijk veel aardiger. Je moet je voorstellen, we hebben net op die kaart gekeken. Zo vanaf de middeleeuwen is dit langzaam maar zeker is dit ontdaan van zijn bos. In de middeleeuwen was het nog allemaal bos en rond 1700 zag je dat er nauwelijks meer bos in de buurt was. Maar verlichting en dergelijke kende men niet. Als je een beetje donkere nacht had, was het werkelijk aardedonker.
Nou, er waren altijd mensen die weinig verdienden en bereid waren voor een grijpstuiver iets te doen voor een ander. Zo was er ook ene Scheng, die nogal eens gemakkelijk voor een boer hand- en spandiensten verrichtte. Bijvoorbeeld als een koe wat moeilijker kalfde, dan ging die de veearts waarschuwen, ook bij nacht en ontij. Nou, op zekere nacht is hij weer op pad gegaan, heeft die veearts gewaarschuwd en heeft zijn weg terug vervolgd. Nou, hier op deze hoogte stond een enorm grote dikke knotboom. En daar aangekomen wist hij van ja, het zal nog een minuutje of 10 lopen zijn, rustig op mijn gemak. En ben ik thuis, ben een schade. Nou, hij hoorde de kerk, de klokken, die hoorden niet. En hij dacht van oké, nou weet ik welke kant ik op moet. Lopen. En enige tijd later stond hij weer voor die dikke boom. En verdomd, hij snapte er helemaal niets van. Hoe kan dat nou? Nou, de wind die gierde, op een gegeven moment hoorde hij in de verte iets roepen. Oren gespitst, hij wist niet wat. Nog een keer geluisterd, oren weer. Ja, opeens hoorde hij niet. Waar moet ik hem leggen? En Schenk dacht van, ja, wat is dit nou? Hij brulde terug, wat bedoel je? Hoorde hij roepen, de steen. En toen rees hem de haren te bergen, want hij wist dat hier de geest van een boer moest rondwaren die het niet zo nauw genomen had met de eigendommen en een steen had weggevoerd die daar de grens had moeten aangeven van zijn eigendom en dat van een ander. Hij is helemaal in paniek geraakt en riep van, leg hem maar waar je hem gehaald hebt. En vervolgens hoorde hij de klok slaan, het was inmiddels 1 uur en is hij als een gek teruggerend. Nou, de volgende dag kwam men hier terug nadat Schenk dat verhaal verteld had. Ja, en daar lag een blauwe steen. Waar die gebleven is, weet ik overigens niet, maar dat zou dan eigenlijk de verklaring moeten zijn waarom het hier de Blauwe Steen heet. Ja, Stef, we staan hier eigenlijk op een heel markant punt, hoog boven op een plateau. Waar je aan de ene kant zie je nog een heel stuk groen, zoals het eigenlijk uit het verleden nog is overgebleven. Het is wel heel erg klein aan het worden. Aan de andere kant zie je het moderne. Wat moet ik daarmee? Nou, dit is nou wat ik bedoel met een landschap als monument. Wat je hier ziet liggen is ontstaan gedurende een paar honderd jaar door agrarisch gebruik. En ja, we vinden het mooi. He, je kunt wijds kijken, je ziet heel veel dingen liggen. Het is niet zomaar strak getrokken. Er wordt niet alleen maar naar voedselproductie gekeken. Maar er zijn ook recreatiemogelijkheden zoals we dat tegenwoordig zouden uitdrukken. Daar dacht men vroeger uiteraard niet aan. Alles in een landschap had gebruikswaarde. Nou, en dat zijn juist de dingen waar we nu met scheve ogen naar kijken. Zaken die wel gebruikswaarde hebben, maar voor de agrariër niet meer. Die willen we toch vaak graag in stand houden. En je zou eens over moeten nadenken van wat kan een agrariër ermee? Wat kost het om dat soort zaken te onderhouden? En zijn we bereid dat geld voor neer te tellen? Nou, een mooi voorbeeld daarvan, dat toch wel met die directe gebruikswaarde te maken heeft, zijn de vele boomgaarden die hier zit liggen. Daar zijn witte netten overheen gespannen. Die witte netten die moeten hagel weren. En een andere mogelijkheid is dat je een verzekering afsluit als agrariër om als je schade hebt aan hagel die vergoed te krijgen. Je ziet dergelijke boomgaarden hier ook liggen zonder dat er netten overheen gespannen worden. Daar heeft men blijkbaar een andere keuze gemaakt. Dat kun je mooier vinden, hoeft niet. Misschien dat iemand die witte lijnen in het landschap ook wel heel erg mooi vindt. Dat is nogal persoonlijk. Er zijn hier ook nog oude hoogstamboomgaarden te bekijken, waarvan we er dadelijk nog een paar zullen zien. En daar kun je dus over nadenken van ja, als we die terug willen, als je dat nou veel mooier vindt, van wat betekent dat voor een agrariër en wat betekent dat voor ons als belastingbetalers? Het is uiteraard een heel leuk verhaal. Aan de ene kant wordt het mooi afgedekt en ziet het uit als een plastic landschap. Aan de andere kant zie je gewoon een natuurlijk groen. En dan hoor ik jou zeggen van ja, wij kunnen dan kiezen of je dekt het af of je sluit een verzekering af. Maar van de andere kant denk ik, ja, een verzekering afsluiten, als je schade hebt, kun je niks voeden. En uiteindelijk, die keten die is zo groot aan het worden, er worden steeds meer mondjes die we moeten voeden. Dus ik denk dat we toch moeten gaan uitkijken, want anders hebben we straks ruimte te weinig om die hele wereldbevolking te blijven voeden. Daar zit uiteraard een grens aan. Maar als je op het niveau van het klein stukje Limburg gaat kijken, ja, dan zijn die grenzen niet zo vreselijk belangrijk. Dan kun je nadenken over hoe richt je het landschap in. Als je het mondiaal gaat bekijken, dan stuit je op heel andere problemen. Stef, we staan hier op een stukje weiland, wat je eigenlijk geen weiland meer kunt noemen. Ik weet dat wij vroeger thuis een weiland hadden, daar stonden hoogstambomen, maar dit is volgens mij nog een restant, hè? Nou, ik noem dit een lijk, hè. Wat je hier ziet zijn bomen die op hun allerlaatst zijn. Er zijn bomen die zijn omgevallen. Die liggen hier gewoon weg te rotten. Er staan nog een paar hoogstambomen in waar nog wel wat fruit op hangt. Maar ze zijn duidelijk op het eind van hun leven.
Ja, wat je hier eigenlijk ziet is het restant van een weiland dat ooit natuurlijk voorzien was van mooi grote bomen, hoogstam fruit. Weilanden zoals wij ze zo graag zien, hè, die volop bloeien in het voorjaar met een tooi waarvan je zegt van goh, wat fraai. Als je dit nu gaat vergelijken met de laagstam waar we zojuist naar keken, ja, dan zou je een agrariër kunnen vragen waarom niet die mooie hoogstambomen weilanden. En ja, het is natuurlijk een heel erg eenvoudig antwoord. Er moet een boterham aan verdiend worden. Op zo'n laagstamterrein, daar kunnen veel meer bomen op. Die bomen die zijn veel makkelijker te onderhouden. Je kunt het fruit veel makkelijker plukken. Als men vindt dat er gespoten moet worden, dan levert dat veel minder problemen op, omdat die bomen minder hoog zijn. En ja, het is dus een economische zaak. Als je nou die hoogstambomen erg mooi vindt en je wilt die graag behouden, ja, dan zal daar dus iets tegenover moeten staan. Nou, vroeger was het heel simpel. Er liep vee op deze weilanden en als je laagstam had, vrat het vee de bomen op. Hoogstam, dat zorgt ervoor dat de vruchten blijven hangen omdat de dieren er niet aan kunnen. Wil je dus daar naartoe terug en je zou dat economisch haalbaar moeten maken, nou, dan zou een agrariër daar wel een stukje inkomen uit kunnen halen, maar je zult hem ook een stuk moeten ondersteunen, oftewel moeten subsidiëren. Nou, dat zullen we er dan voor over moeten hebben. Ja, dan zie je dus vroeger die mooie gladgevreten weilanden en dan zie je dus hier een hele hoop onkruid staan. Ja, jij noemt het onkruid en een agrariër zal hier waarschijnlijk pijn van zijn ogen krijgen, want ja, zo ziet het ook echt uit. Maar kijk, in elk landschap komt de natuur voor en daar waar het agrarisch gebruik heel erg sterk is, is die natuur behoorlijk teruggedrongen en daar waar het agrarisch gebruik weer terugloopt, herneemt de natuur zijn kansen en dat gebeurt hier. Hier zijn toch veel planten die zaden maken, bijvoorbeeld distels, ik zie ook berenklauw en dergelijke staan. En er zijn weer vogels die daar dol op zijn. Nou, voor dit soort plekken is in de huidige landschappen niet zoveel plaats meer. Maar ook daar wordt er toch naar gestreefd om daar weer hoekjes te maken waar dergelijke planten kunnen groeien. En weer de dieren die daarbij behoren een plek kunnen vinden. Ze horen gewoon thuis in dat landschap. We zitten dus hier dus nu midden in dat weiland, wat vroeger een weiland geweest is. Hier staan heel veel brandnetels. Maar je ziet dus ook dat dat terrein een heel stuk drassiger wordt. Ja, nou, dat kun je op die oude kaart kun je dat herkennen en ook gewoon door naar het landschap te kijken. Je zit in het laagste punt van het landschap. Daar komt al het water dat van elders in deze omgeving valt, komt hier bij elkaar en vormt het begin van een beek. Ja, daar waar je hem nog niet ziet, zit natuurlijk toch veel water in de grond. En ja, dat voel je nu. Men spreekt dan eigenlijk van een droogdal. En daar waar je het water ziet stromen, ja, daar is het gewoon een beekdal. We lopen eens door naar die bomen toe. Eens kijken hoe dat daar nog uitziet. En je merkt dus ook als je hier zo er doorheen loopt, dat je af en toe echt diep zakt. En soms moet je uitkijken dat je niet struikelt. We lopen eens hier doorheen. Simpelweg om te kijken of we bovenuit komen. Kijk, en hier merk je meteen dat je wat hoger komt. Het zijn echte oude hoogstambomen met echte oude, ouderwetse appeltjes. En ik wil er eentje proeven. Ik wil weten wat het is. Het is een lekkere ouderwetse appel. Van bovenaf aan het insterven, wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat de houtvaten voor een deel dicht zitten en het water dus niet meer tot bovenin komt en daar de bladeren niet meer kan voeden. Bladeren geen water meer krijgen, kunnen ze ook geen voedingsstoffen meer maken waar de boom van leeft en dan gaat hij dood. Oké, we gaan terug. Nou, hier ligt een prachtig stuk steen, Stef. Ja, dat is nou zo'n zogenaamde blauwe steen. Vaak is dat de Belgische steen. En vooral als die nat wordt, dan ziet hij er blauw uit. Zo komen ze aan de naam. Hè? Deze zit ook op een grens. Het is een grenssteen, zoals we dat eerder bekeken hebben. Ik denk dat dit een gemeentesteen geweest is. En dat er dus bovenin de twee letters GM, gemeente Nut, gestaan hebben. Die nu door toch het landbouwkundig gebruik, dus de machines de nodige keren tegenaan en overheen gegaan zijn, verdwenen zijn. In de akker stonden dergelijke stenen ook, maar die waren wat minder regelmatig. Maar dit is wat je erbij moet voorstellen. De haren die je hier ziet, die zouden van een das kunnen zijn. Er liggen ook allerlei
zaken die erop wijzen. Maar de typische lange haren van een das, die zijn driekleurig. Die zijn donker, dan heel licht en dan weer ietsje donkerder, een beetje beigeig. Die zie ik er hier niet in zitten. Als we dan hier omdraaien, dan zie je dus hier een poel. We liepen net door dat weiland, dat oude weiland met die lijken in. Als ik daar keek hoe drassig dat het was, en hier is een poel die is eigenlijk kunstmatig aangelegd. Ja. Nou ja, kijk, een landschap dat je gaat gebruiken, agrarisch of op welke wijze dan ook, dat verandert. En daar waar vroeger het water langere tijd in dat landschap vastgehouden werd en zo geen problemen gaf, stroomt het nu vaak in één weg door naar beneden toe. Nou, dat neemt grond mee. Dat wil zeggen, op de plekken waar de luslaag dun is, dan verdwijnt die en worden de akkers minder vruchtbaar. En onder in het dal geeft het problemen, omdat daar die grond weer spoelt op plekken waar we hem niet willen hebben, bijvoorbeeld op wegen. En weer op andere plaatsen krijg je problemen dat er erosiegeultjes ontstaan. En dat kunnen ook geulen worden. Die kunnen wel een meter diep worden als het een beetje steiler wordt. Nou, door het landschap in te richten op een beetje natuurlijke manier, dus hier en daar een, ja, wat je dan een poel aannoemt, maar een laagte aan te leggen waar het water een tijd kan verblijven en dus ook die grond weer bezinkt, voorkom je de problemen die ik net noemde. We staan hier aan de rand van het bos van Wijnandsraden, een heel oud bos. En ik kijk hier zo over dat plateau heen, hier is het een en ander veranderd. Nou, dit is hier een erg mooi voorbeeld hoe er nieuwe hoogstaanweilanden aangelegd werden. Als een bedrijf van vader op zoon overgaat en heeft meerdere zonen, dan raken terreinen die behoren bij zo'n boerderij raken versnipperd. En gaandeweg is het steeds moeilijker om je eigen terrein te bereiken. Het ligt vaak ver weg van de boerderij. Nou, daarom is hier een ruilverkaveling geweest, de ruilverkaveling Centraal Plateau, waarbij dat weer geoptimaliseerd is. Mensen hebben dus weer in de buurt van de boerderijen hun terreinen liggen die ze agrarisch bewerken. Maar er zijn ook kleine delen uitgehouden om die weer wat meer landschappelijk en natuurlijk in te richten. En daar staan wij nu hier naar te kijken. Hier ligt een pad op een plek waar dat voorheen toch wel strubbelingen gaf. Er was een recht van overpad, maar het was tegelijkertijd een akker. Ja, en als dat pad maar steeds breder dreigt te worden, dan is dat niet prettig voor de betreffende boer. Nu is het goed geregeld. Het is met palen aangegeven waar het pad loopt. Zo is er nu ook een strook gemaakt met voornamelijk bestdragende struiken. Heel geschikt om vogels in de winter wat extra eten te bieden. Maar ook heel geschikt om grotere zoogdieren van het ene bosrijke gebied naar het andere te laten lopen, zonder dat ze groot risico lopen meteen verstoord te worden. Ja, en dan dat hoogstaanweiland. Je kunt erover denken wat je wilt. Economisch zijn ze eigenlijk niet meer verantwoord, maar erg mooi in het landschap zijn ze wel. En het is toch heel mooi dat onze belastingcenten daarvoor gebruikt kunnen worden, nietwaar? Ja, dit zijn de hoedjes van de kardinaalsmuts. Hier zitten oranje vruchtjes binnenin, een beetje nootachtig, die een aantal vogelsoorten erg lekker vinden. Daar staan een paar eikjes. Je ziet nog een kardinaalsmuts ertussendoor staan. Er staat kerst tussen, die natuurlijk veel vroeger in het voorjaar al zijn vruchten heeft. Ook waar vogels dol op zijn. En niet iedereen die kersen aanplant dat prettig vindt, maar hier mag het dus. Kijk, dit is nou een van de zaken waarvan je kunt zeggen van leuk dat het een beetje natuurlijker mag worden. Dood hout, dat wordt op heel veel plekken opgeruimd. Hier mag het blijven liggen. Goed voor de insecten die erin leven. Goed voor bijvoorbeeld spechten en andere vogels die dergelijke insecten eten. Maar ook... Ja, deze paddenstoel die je hier ziet, het is toch een behoorlijk exemplaar. Het is een tondelzwam, waarschijnlijk de witgerande. En ik vermoed dat hij al op de boom gegroeid heeft voordat hij helemaal instortte, want dit is de onderkant. Nou, aan de onderkant groeit zelden naar boven toe, dus dat zal wel zo moeten zijn. Hij leeft nog wel, hij groeit hier ook verder en kan zijn sporen blijven verspreiden. En daarmee kan hij zijn nut weer elders gaan hebben, want hij zorgt ervoor dat dit hout uiteindelijk helemaal afgebroken wordt. Zo Stef, we zijn weer langzaam aan het einde gekomen van een prachtige route. Waarin we ook gezien hebben dat sinds 1700 dit landschap wel degelijk een behoorlijke verandering heeft ondergaan. Wat hebben we voor de volgende keer in petto? Ja, dat moet nog eens even gaan bekijken. Maar dat kan ik misschien binnen het IWN goed bespreken. Want de route die we nu gelopen hebben, heb ik ook niet uitgezet. Maar Lou Hoebe, dat wil ik toch wel even laten weten. Maar er is hier in de omgeving zo verschrikkelijk veel moois te zien. En er is zoveel waar iets over te vertellen valt. Het zal ongetwijfeld lukken om weer een onderwerp te gaan vinden. Ik weet één ding. We gaan inpakken. En we gaan langzaamaan richting auto. En we gaan eens kijken wat de volgende bijeenkomst die wij met z'n tweeën krijgen
En natuurlijk dank aan René die de camera bediende, zeg ik dan tot de volgende keer.